Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Gamerset.nl. Ik ben Tom en we gaan vandaag een nieuw avontuur beleven in de hardware. Jij en ik samen, want het is namelijk zo dat we in samenwerking met Nvidia een GTX 1060 hebben ontvangen. En ik kom zelf van een 970 af. En gezien er nu nogal best wel wat speelt rondom videokaarten, ze zijn een beetje duurder, alle crypto mining en zo, gaan we allemaal niet op in, maar we gaan gewoon kijken of het baat heeft om wel of niet over te stappen naar een nieuwe generatie videokaarten, één stapje terug te doen, maar dan wel te kijken of je daar een beetje rendement op werkt in je prestaties. Dus without further ado, laten we gaan kijken wat de twee verschillen zijn en wat dat voor effect heeft op mijn gameplay. Here we go! Laten we dan beginnen bij de twee kaarten in kwestie. Ik kom zelf van een MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G. Daar heb ik 2 jaar lang met plezier op gegamed en gewerkt. En we gaan overstappen naar de Gigabyte G1, de gaming serie van Gigabyte, GeForce GTX 1060 6G. In de meest basale termen komt het daarmee op neer dat we nu overstappen naar de Pascal generatie, de 10 serie van Nvidia GeForce GPU's. Maar rondom die kaarten zit natuurlijk ook nog het een en ander wat rigoureus anders is. Zo zien we dat in de nieuwe generatie de memory clock speed omhoog is gegaan. Sowieso de basale kloksnelheid van de GPU zelf is omhoog gegaan en daaromheen, de kaart is een aantal millimeter groter geworden en hier zie je nog wat andere specificaties die precies anders zijn aan deze twee specifieke kaarten. En die hardware technische veranderingen zijn natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar basically wil je als gamer natuurlijk weten hoeveel prestaties je ermee wint als je een overstap als deze maakt. Daarvoor hebben we natuurlijk het aloude medium der benchmarks erbij gehaald. Om de vergelijkingen zo eerlijk mogelijk te houden, hebben beide kaarten in hetzelfde systeem dezelfde 2 benchmarks gedraaid. Eentje in het specifiek 3D Mark TimeSpy, dat is de nieuwe DirectX 12 demo van 3D Mark. En 3D Mark geldt natuurlijk al langer als hetgeen waarmee je je PC test en opweegt tegen andere systemen. Maar daarnaast hebben we ook een iets meer game gerelateerde benchmark gedraaid en dat is Gears of War 4. Ook een DirectX 12 applicatie, maar in dit geval ook eentje die bijzonder goed geoptimaliseerd is voor Windows 10 en sowieso heel veel fijne statistieken meegeeft. Dat gezegd te hebben, door naar de resultaten. Te beginnen met 3D Mark. Side by side, hier zie je ze in de TimeSpy demo. De GTX 970 aan de linkerzijde, GTX 1060 aan de rechterzijde. TimeSpy bestaat natuurlijk uit 3 verschillende demonstraties, 3 verschillende benchmarks, waarvan 2 op grafisch gericht zijn en eentje op CPU. De CPU hebben we voor het gemak natuurlijk eruit gelaten, want ja, die is hetzelfde gebleven. Maar goed, je ziet hier al dat de 1060 best wel steady een frame of 5 per seconde beter scoort dan de GTX 970. En dat is op zich, zou je op het eerste gezicht zeggen van, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar je moet natuurlijk wel nagaan dat dit een ontzettend zware demo is en dat 5 frames hierin mogelijk betekenen dat in andere, iets wat lichtere games veel meer frames rendement zou kunnen winnen. Mocht je overigens ook zien dat de kleuren een klein beetje anders zijn, dat klopt. Dat komt door de capture cards die gebruikt zijn om het allemaal op te nemen. Beide opnames waren overigens wel 1080p en 60 frames per seconde, dus daarin ga je geen verschil merken. En dan gaan we over naar de tweede benchmark van TimeSpy en dat is wederom een best wel grafisch gebaseerde test die we hier draaien. Dit is sowieso een heel stuk zwaarder ook al meteen en daardoor zie je ook dat de 1060 niet per definitie continu 5 frames per seconde beter scoort dan de 970. Desalniettemin vond ik persoonlijk wel dat je merkt dat de GTX 1060 veel minder dips hierin kent. Specifieke resultaten daarvan kunnen we helaas niet ophalen, maar naar mijn idee lijkt het gewoon dat de 1060 dit soort lichteffecten en dergelijke gewoon beter handelt dan de 970. En dat zou op zich ook helemaal niet zo heel gek zijn, want een nieuwe GPU, een nieuwe generatie, een betere chipset integriteit zorgt natuurlijk ook wel ervoor dat andere dingen op een andere manier getackled worden. En daardoor lijkt het alsof de Pascal generatie van Nvidia gewoon veel beter omgaat met een stabiele framerate, wat natuurlijk elke gamer wel fijn vindt. Een beetje gamer wil natuurlijk altijd gewoon uitgaan van een stabiele 60 frames per seconde, maar ik verzeker dat met de 1060 dat zeker gaat lukken in verschillende games en dan ook nog wel relatief mooi. Natuurlijk, als je naar VR gaat kijken of naar 4K games gaat draaien, gaat kijken, dat zullen ze misschien niet allemaal even goed trekken, maar goed, dat kun je een 1060 ook niet echt kwalijk nemen. Vooral niet voor de prijs. Gezien de GTX 970 en de 1060 nu een beetje in hetzelfde schuitje zitten wat betreft hun richtprijs. En met die richtprijs in het achterhoofd en nu het binnenrollen van de resultaten, heb je ook zoiets van, oké, kijk, ja, de 1060 wint hier het echt wel van de 970. Het zijn geen enorme toenames, maar mocht je nog geen videokaart hebben, je gaat een nieuw systeem samenstellen, je weet dat beide dingen ongeveer voor dezelfde prijs op de kop gaan, dan weet je gewoon, de 1060 is your way to go in plaats van een 970. En dan door naar Gears of War 4, een benchmark die niet alleen heel fijn is omdat gewoon de game heel goed geoptimaliseerd is, maar ook gewoon omdat ik het persoonlijk gewoon een hele toffe game vind. Hoe dan ook, interessant hieraan is dat de GTX 970 hier een unlimited framerate heeft en geen vertical sync, evenals de GTX 1060, maar toch lijkt de game de GTX 970 stevig
stevast op de 60 frames per seconde te willen houden. En ja, dat wordt ook zeker wel grotendeels behaald. Maar aan de andere hand zien we dan weer de GTX 1060 die uit kan schieten naar richting de 120 frames per seconde en een gemiddelde haalt van 111 frames per seconde. Wederom met Framerate Unlimited dus en de V-Sync uit. Afgezien van dat feit lijkt de benchmark gewoon aan beide kanten goed te draaien en ja, je zult het ook al zien, deze benchmark is enigszins randomly generated, dus sommige van de dingen die je aan de ene kant ziet gebeuren later of niet aan de andere kant. En natuurlijk, ja, het scherm is ook doormidden gehakt, dus je kunt niet de complete chaos zien van Gears of War 4. Desalniettemin is het wel leuk om te zien dat de GTX 1060 dit spel echt ontzettend goed handelt, terwijl de GTX 970 dat ook al deed. Nogmaals, het prijsverschil is miniem en je ziet hier toch dat met een GTX 1060 kun je Gears of War 4 op veel dingen high draaien en ook nog eens wellicht de framerate van 100 of 120 frames per seconde behalen. En terwijl de resultaten nu binnendruppelen, zie je dat beide versies de gelijke grafische instellingen hadden, maar dat de 1060 gewoon vele malen beter lijkt te presteren. Nogmaals, die framerate is vele malen hoger, misschien nog niet volledig stabiel, maar met de juiste tweaks zou je het zo kunnen maken dat de game vrij gemakkelijk 100, 120, misschien wel 144 hertz zou kunnen halen op een GTX 1060, waar een 970 daar waarschijnlijk veel meer problemen mee zou hebben. Sla je slagje mee of doe er niks mee. Het is alleen dat je het nu weet bij deze. De 1060 tegenover de 970. Daar heb je het in benchmark vorm. Zodoende, daar heb je het. Dat is het precieze verschil tussen een 970 en een 1060. Vind jij dat je er iets aan hebt? Laat het me weten. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Het is misschien een hele specifieke video. Maar het is wel leuker om wat vaker in de hardwarewereld te duiken. Mocht je ervan genoten hebben, laat het ons vooral weten. Dan kunnen we misschien kijken of we dit soort dingen vaker kunnen gaan doen. Dat was het voor deze keer. Bedankt voor het kijken naar de video. En ik hoop je terug te zien in een andere video van Gamersnet.nl. Over gameplay, over tech, over maak. Niet uit, het kan allemaal op gamersnet.nl. Ik was Tom, aangenaam kennis te maken. Doei, tot de volgende. Houdoe en bedankt.